Piep. Ja, mag naar deze kant. Goedendag. Hallo. Ik ben Patrick. Emmanuel. Emmanuel? Emanuele is dat hier? Emanuele, ja. Emanuele, zoals de laatste Italiaanse koning uit Italië. Ja, Italiaans. Italiaans? Ik ben opgestaan met heel veel stress eigenlijk. Je weet maar nooit wat je voor je neus krijgt. Kom maar mee. Op een eerste date is het belangrijk vooral om er pal op te zitten en niet iets doms te zeggen. Hallo. Hallo. Hallo, ik ben Gilles. Emmanuel. Voilà, je hebt elkaar al zelf voorgesteld. Ik kan nogal meestal heel snel mensen inschatten of dat iets kan worden of niet, of dat dan een klik geeft of niet. Ik heb iets een beetje awkward. Wat heb je genomen om te drinken? Een gin tonic. Ja. Eigenlijk is dat nog wel een mooie jongen. Het lijstje was eigenlijk bijna allemaal afgevinkt, behalve blauwe ogen. En vertel eens iets over jezelf. Waarom heb je je ingeschreven? We hebben zo'n groepschat met vrienden en een vriendin van mij die zei zo, oh my god, dat is iets typisch dat Emmanuel zou doen. Ja, ik zeg tegen mijzelf altijd Emmanuel. Je babbelt in derde persoon, of hè? Nee. Dus ja. Alright. Het is niet echt een eerste superindruk dat ik denk dat ik heb gegeven. Smakelijk. Dank je wel. Normaal gezien zeggen ze dat de beste lovers Italianen zijn. Heb je dat al gehad? Mijn mama, haar eerste lief, was een Italiaan. Echt? Misschien daarom dat ze nog steeds naar Rome gaat elk jaar. Gaat jij veel eten? Ik heb eigenlijk niet zoveel honger. Ik ga wel eten, ja. En jij? Ja, ik ga heel graag op restaurant. Ik denk ik per week wel 3-4 keer ga eten ergens, ja. Ik maak liever gewoon mijn eten zelf. Dan ben ik ervan verzekerd dat het goed is. Ja. Oké. Ik ben nogal redelijk vlot. Dus het loopt wel altijd los. Zeker als het aankomt op een eerste date. Ik zou wel vrij veel vertellen over mezelf. Heb je al veel dates gehad of een relatie gehad? Meer zo wat losse flodders of zo. Ik ben echt een hele conservatieve daarin eigenlijk. Zo one night stand of zo, dat werkt niet voor mij. Ik vind het veel leuker als je echt een connectie hebt en een band hebt met iemand waar je ook nog buiten puur de seks ook nog iets anders gewoon normale relatiedingen kunt gaan doen. Ik heb zo 3 dingen dat ik altijd zoek. En dat klinkt echt super banaal en super dom. Maar zeg het gewoon. Ja, ik zal het zeggen. Hij moet knap zijn, rijk zijn en lief. De knappe gasten zijn meestal eikels. De lieve zijn meestal niet knap. En de rijke, ja, daar scheelt dan ook weer iets mee. Dus het is een zoektocht. Hè. Het is wat dat is, zeker smakelijk. Jij ook. Ik ben ook niet op zoek naar een sugar daddy of zo. Hè. Hallo. Ik ben hier dus op dat restaurant. Hè. En dat valt super hard tegen, jongen. Dat is echt totaal geen match. Ik word daar echt zenuwachtig van. Ik vind dat zo erg voor de jongen. Die is super zenuwachtig. Ik dacht dat ik zenuwachtig was, maar ja. Oh. Ja, je kent mij. Ja, we zullen wel zien, zeker. Allee, oké, merci. Hè. Ja, dada. Ja. Ik vind vooral de barman interessant. Hij heeft toch er dat over hem spreken. Ah, oh, ja. De barman valt niet op mannen en is bezet. Ik zou mijn eigen barman wel zoeken. Onze mama die dacht vroeger dat ik homo ging worden. Dat is echt waar. Je mama? Ja. Omdat ik vroeger zo in het lager zo altijd meer met meisjes overeenkwam. Dan met, en met Barbie speelde. Nu. Ik heb een pop gehad. Je hebt een pop gehad? Ik heb een pop gehad, ja. Poppy Jans. Ik heb een pop gehad. En ons mama dacht van, ah ja, mijn zoontje wordt homo. Maar die vond dat niet erg, hè. Die dacht van, oh, ik kon zo'n knappe schoonzoon hebben, zo. Als, ja.
is een schoondochter geworden. Oh, man, man, man. En dan heb ik de afspraak. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Zullen we het gewoon delen? Ja, delen is voor mij gewoon. Oké. Okay. Baby, mag ik afrekenen? Ja, we gaan het delen. Delen? Ja. Ja. Ik zou hem graag gewoon beter willen leren kennen. Dankjewel. Ik was van plan om eigenlijk voor te stellen als hij tijd heeft om zobiet nog ergens naartoe te gaan, hier gewoon dichtbij, om iets te drinken. Super stil. Gaan jullie elkaar hierna nog terugzien? Als het aan mij ligt, niet helaas. Nee, sorry. Voor mij ook niet eigenlijk. Ik denk dat het gewoon niet zo goed matchte, hè, tussen ons. Ja, en ik vond gewoon dat er heel weinig tijd was om elkaar te leren kennen eigenlijk. Ja. Nog een fijne dag verder. Ja, dank je wel. Super bedankt. Een beetje met te drukken te zien we. Ik denk zelfs in een andere context dat het ook niet echt gematcht had tussen ons. Er zijn, allez, ik denk dat er te veel verschillen zijn om echt... ja, ik voelde gewoon de algemene klik niet echt. Hey, ik heb er geen problemen mee dat je nee zegt. voilà. No hard feelings. Dat is gewoon mijn opinie. Ja, ja, tuurlijk. En dat is gewoon in het algemeen. Ja, ook. Voilà.